ben onderweg naar een voorbereidingsvergadering bij het NIOT voor de lancering van een aantal websites. Twee daarvan komen bij het ISCB in beheer, Indië in oorlog en de reisgids Indonesië. En daarnaast ook nog Indische kamparchieven. Nou, ik ben van Indische komaf. Mijn familie van moederszijde heeft de Japanse bezetting in de Bursiap meegemaakt. Ze hebben in Chimay gezeten en later tijdens de onafhankelijkheidsstrijd hebben ze in een Bursiap kamp gezeten in Batavia, wat nu de wijk Kramat is. En ze kwamen uit het Japanse kamp en op dat moment bleek het huis helemaal gerampokt te worden door de Indonesiërs. Mijn opa heeft toen gezegd, jullie mogen alles meenemen als je ons maar laat leven. En ik denk dat dat hun redding is geweest. En toen kwam de familie... Daarna naar Nederland? Ja, daarna zijn, eigenlijk pas later, zijn eerst naar Kupang gegaan. Mijn opa was onderwijzer. Vervolgens in 1952 zijn ze met de Sibayak naar Nederland gegaan. En daar in een pension in Woudenberg bij Gerestein terechtgekomen. En dan komt een Indisch meisje op de lagere school. Ja. Hoe was dat? Nou ja, ik voelde me eigenlijk gewoon een Nederlands meisje. Ik was me niet zo bewust van mijn afkomst toen ik heel jong was. En op een gegeven moment merkte ik het wel dat er leerlingen waren die ineens over sambal spraken. Of die bruine. En dat zet je toch tot nadenken. Ik was daar erg verbaasd over. Maar werd er thuis ook over gesproken? Over bijvoorbeeld het oorlogsverleden, de tijd in het Chimay-kamp? Nee, eigenlijk niet. Dat is pas later gekomen. Ik ging op een gegeven moment Indonesische talen en culturen studeren. En ik merkte toen dat met name mijn opa en ook mijn oma wel... dat die wel meer gingen vertellen over de Japanse bezetting. En wat ze meemaakten. En bij mijn opa uitte zich dat meer in wat stoere verhalen van... we hebben ook katten gegeten, want er was zo weinig. Maar aan de andere kant is dat natuurlijk toch een teken dat, dat er zo weinig te eten was... dat je wat anders moet zoeken. En wat vertelde oma? Oma die vertelde dat zij met een, toen ze het kamp in moesten, dat ze een heel matras heeft opgevuld met allemaal spullen uit huis. Zodat ze die later heeft kunnen gebruiken om te ruilen tegen eten en andere spullen die ze nodig hadden. Dus daardoor zijn ze ook wel redelijk goed door die periode heen gekomen. Want ze zat daar toch met 5 kinderen. U heeft ook gewerkt bij de notariële beroepsorganisatie en bij de Haagse openbaar vervoermaatschappij, HTM. Wat voor ervaring neemt u daarvan mee in deze functie? Met name de managementervaring. Ik heb bij HTM heb ik een dochteronderneming opgezet. Waardoor ik ook weet hoe je een organisatie opbouwt en wat daarbij komt kijken. En dat is hard nodig in het neerzetten van het Indisch Herinneringscentrum. Wat is nou kenmerkend voor uw werkstijl? Aan de ene kant moet je heel flexibel zijn, maar ook weer doelgericht. Want anders dan kom je ook niet echt tot zaken. Je moet ook heel goed kunnen luisteren. De Indische gemeenschap is heel divers. En het is belangrijk om van iedereen goed te horen wat zij willen en waar ze naartoe gaan. Ja, want misschien wil iedereen wel wat anders. Ja, dat kan zo zijn. En aan mij de schone taak om te kijken wat je daar als herinneringscentrum mee kan doen. Het NIOT vindt het heel erg belangrijk dat het IHCB is opgericht. We hebben eigenlijk nooit een heel speciaal herinneringscentrum gehad voor Indië in Nederland. En als kenniscentrum vindt het NIOT het erg belangrijk dat alle informatie die er over Indië is... en over alles wat met de nasleep van de oorlog in Indië te maken heeft... dat het naar buiten wordt gebracht voor een breed publiek. De Vrijheidstrein is een initiatief van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Zij hebben mij benaderd om deze zondag in Den Haag te organiseren. En dan staat de trein in het teken van Nederlands Indië. Het comité vindt het ook belangrijk dat dit deel van de geschiedenis voor het over het voetlicht gebracht wordt. Dus vandaar dat ik meteen ja heb gezegd en verschillende partijen ben gaan benaderen om aan deze dag vorm te geven. Wanneer heeft u vandaag dienst?
Ja, ik heb vandaag dienst, ja. En toevallig ben ik hier in Den Haag aanwezig, dus ik denk, als veteraan kom ik hier ook even kijken. Ik heb in de Sinaï-woestijn gezeten. Wij moesten het vredesverdrag tussen Israël en Egypte controleren na de Yom Kippur-oorlog. En nu in de trein, in deze vrijheidstrein, wat is u opgevallen hier? Nou, dat er met name veel ouderen aanwezig zijn. En dat er toch wel belangstelling voor is. En dat vind ik toch wel een goede zaak richting 4, 5 mei natuurlijk. Dat men daar toch wel van bewust is dat wij zo'n verleden hebben ook. En dat wij toch aardig wat meegemaakt hebben ook als Nederland zijn. Dus wat dat dan gaat, vind ik een heel goed initiatief. Waar gaat uw trein straks naartoe? Mijn trein gaat straks naar Amsterdam. En dan ga ik daarna door naar Den Helder en dan ben ik klaar. Oh, wat je hier ziet is een ethisch blik van een krijgsgevangene die te werk gesteld was bij de Pak en Barenspoorweg. Wat nou zo mooi is, is dat je kan zien dat met de weinig middelen die men had in die tijd, dat men toch zich kon uiten op die materialen. En wat hier zo mooi aan is, is dat er op staat gelukkig weer zien. Dus je kan daaruit opmaken dat die persoon ook al bezig was met de tijd waarin hij vrij was.